Jieltje. Robert. Welkom. Dank je. Ik vind het echt heel leuk dat je er bent. Ik vind het leuk dat ik ben uitgenodigd. We kennen elkaar natuurlijk al heel lang, maar we hebben nooit een open kaart opgenomen. Mm-mm. Het is nu seizoen 6 en ik dacht, dat is volgens mij wel eens tijd dat we eens goed met elkaar gaan praten. Ik heb er zin in, ik ben ook een beetje klaar voor. Bang. Ja. Ja? Oké, dan begin ik gewoon met het eerste kaartje. Ja, laat maar komen. Je hebt meer dan 1 miljoen volgers. Wat zijn hier de voor- en nadelen van? De voordelen is... Nou, het is mijn baan. Dus dat is wel een voordeel, denk ik, op zich. En ja, ik denk niet per se dat zeg maar vanaf 1 miljoen je dan voordeel hebt. Ik denk, als je een aantal volgers hebt, dat je al voordelen hebt met... Weet ik veel, ergens kunnen verblijven gratis of zo, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik denk niet dat dat vanaf de 1 miljoen is of zo. Nee, het is dus meer gewoon vanaf het moment dat je een groot bereik hebt. Ja, dan heb je als in wel voordelen, als in gewoon dat soort dingetjes. Ja. Dus ja, dat ja. En ik heb gewoon, als ik iets wil vertellen, dan kan ik het vertellen aan dat publiek. Dus stel ik... Ik wil iets delen en aan een groot publiek. Dan heb ik natuurlijk dat voordeel. Dan heb ik gewoon... Je hebt gewoon een groot platform waar je dingen kunt... Ja, dan heb ik dat platform waar ik dat kwijt kan. Dat is wel een voordeel. Ik heb daarin niemand anders nodig. Nee. Dat is fijn. En het nadeel is... dat 1 miljoen mensen naar je kijken. in de goede tijden en in de slechte tijden. Ja. En merk je dan... In de afgelopen jaren, hoe groter je bent geworden, dat het... Wat zijn daarin dan negatieve gevolgen geweest? Als in, van mijn following? Ja, ik kan me voorstellen natuurlijk op het moment dat je... Je bent natuurlijk op jonge leeftijd bekend geworden. Mm. Mensen kijken in je hele jeugd met je mee, hoe je volwassen wordt. Nee. En ik zag je bijvoorbeeld laatst iets delen over dat je zei... Bijvoorbeeld dat je het spannend vond op een moment om naar buiten te gaan of om in de drukte te zijn. Zijn dat dingen die erbij zijn gekomen doordat je bekender bent geworden of bekend bent geworden? Ja, ik ben van mezelf een soort van een beetje meer ingetogen. En stel we zijn in een grote groep, dan praat ik niet. Want dat, ja, ik weet niet zo, ik ben gewoon niet zo. En dat is natuurlijk nu alleen maar extremer geworden, want nu... Heb je dan, als ik in de stad loop, veel mensen die kijken of zeggen of zo. Maar ik hield daar natuurlijk al niet van. Nee. Dus nu is dat een soort van alleen maar voor aangedikt, zeg maar. Dus eigenlijk de confrontatie met buiten is gewoon spannend. Gewoon met de confrontatie met de echte mens dan. Ja. 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 En hoe ga je daarmee om dan nu? Gewoon nooit meer naar buiten komen. Nee, dat is niet waar. Nee, ja, ik kan... Kijk, vroeger kon ik het niet zo goed handelen, want je bent gewoon jong en je bent jezelf ook aan het zoeken. En dan dacht ik ook van, ja, hoe moet ik hier dan mee omgaan? Maar ik ben nu wel gewoon 23 en ik doe het al best wel lang. Dus dan weet je wel gewoon hoe je erin moet bewegen en hoe je ermee om moet gaan. Dus het heeft wel een soort van impact op jou gehad, ook mentaal dan? Zeker. Natuurlijk. En hoe ziet dat eruit? Ja, nou ja, dat verschilt met de goede dagen en de slechte dagen. Er zijn dagen dat ik het heel goed kan hebben en er zijn dagen dat ik gewoon heel slecht in mijn vel zit. En als het dan er ook nog bij komt, dan denk ik van ja, als mijn huid dus bijvoorbeeld heel slecht is en ik zit gewoon even, dat ik denk van nou, ik... En dan gaan de mensen naar me toe, dan heb ik meer het idee dat ze me judgen en zo de hele tijd, omdat ik mezelf judge. Het is natuurlijk alleen, het heeft alleen maar met jezelf te maken hoe je naar jezelf kijkt, denk ik. Maar heeft het dan te maken met een bepaalde onzekerheid richting jezelf? Ja, tuurlijk. Dus bijvoorbeeld die huid of als ik even niet lekker in mijn vel zit en te veel twijfel over dingen en zo, dan denk ik dat zij, dat al die mensen dat ook zien. Ja. En wat is voor jou dan het zit er een knopje, misschien niet hoor, maar zit er een knopje om dat te kunnen omzetten op zulke momenten? Nee, niet echt. Het is wel, ik zou bijvoorbeeld nooit zeggen onaardig doen tegen mensen als ze naar me toe komen of zo. Dus het is wel, ik probeer gewoon altijd aardig te zijn en
de beste versie van mezelf te zijn als mensen naar me toe komen of iets vragen of whatever dan ook. Maar als ze dan weer weg zijn, dan voel ik wel gewoon weer gelijk van... Ja. Oké. Okay. Jij mag het volgende kaartje pakken. Oh. Denk jij dat mijn imago helemaal bij mijn karakter past? Ja, online imago dan. I guess so. Oeh. Ik ken jou al zo lang. Ja. Ja, kijk, ik denk dat... Kijk, dat heb ik... Dat, ja, ik ken jou natuurlijk gewoon als een... Boeitrie. Hele gezellige... Ja, maar ja, gewoon een heel gezellig... Ik vind je ook helemaal niet meisjesachtig. Als in... je bent helemaal geen tuttebelletje of zo. In de zin van, je bent gewoon... Ja, what you see is what you get. In mijn geval, in ieder geval. Hoe ik jou als, gewoon als vriendin achter de... Los van social media ken. Maar volgens mij hebben we het daar ook wel eens over gehad. Dat natuurlijk, jouw social media is natuurlijk gewoon... Zeker gewoon op de wall, gewoon de foto's en zo. Is natuurlijk een heel mooi, bijna perfect plaatje. Denk ik toch? Het zijn echt bijna verhalen die je vertelt. Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Ja, en ik denk dat jij als mens dat... ik denk als mensen een vlog kijken of filmpjes en zo van je zien... Dat daar misschien tussen die twee persona dan wel een verschil zit? Ja, ik weet niet. Want ik heb wel echt... Ik kan wel ook, zeg maar... Ik heb een hele baggy kant, zeg maar. Maar ik heb ook wel een hele vrouwelijke kant. Ik denk dat ik die gewoon veel meer uitlicht op de gram dan die andere kant. Maar ik probeer het wel steeds meer iets te combineren en zo. En dat doe ik wel af en toe met iets ruwere foto's dan, zeg maar. Maar ik vind het nog steeds heel leuk om een jurkje aan te trekken en zo. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Ja. Dus dat ben ik wel, denk ik. Maar de vraag was aan jou, sorry. Nee. Maar ik ben benieuwd hoe je daar zelf naar kijkt. Heb je het idee dat je bijvoorbeeld online jezelf bent? Het is gewoon een combi van beide. Kijk, soms zit ik heel lang inspiratie te zoeken uit bladen en over dingen over wat voor foto ik kan maken. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind om te doen. Gewoon een soort van mezelf in een soort van artistieke manier neerzet. Dat vind ik nice. Dus dat ben ik wel, maar wel op een andere manier dan, zeg maar. Ja. Is het dan ook op het moment dat mensen daar bijvoorbeeld dan kritiek of commentaar op leveren, raakt het je dan ook minder hard omdat je denkt... Ja, wat ik zei, het raakt me sowieso dus niet heel erg. Daar ben ik gewoon, mijn muur is echt gewoon te dik daarvoor om daar... Ja? Ja. Je kan echt zeggen wat je wil. Hoe komt dat dan? Nou, kijk. Ik denk gewoon dat ik op een punt ben gekomen dat ik mezelf zo erg haatte dat ik denk... Niemand kan mij meer haten dan dat ik mezelf haat. Dus je kan zeggen wat je wil, maar dat doet me niks, want... Ik ben nog erger dan dat. Zou je ook bedoelen? Nee, hoe bedoel je dat? Ik was vroeger heel onzeker. Gewoon in die toen ik 16 was of zo. En toen had ik ook gewoon wat dingen thuis niet lekker liepen. En dat maakte me gewoon allemaal heel onzeker en zo. En het stapelde allemaal op. Op een gegeven moment dacht ik, ja, het ligt inderdaad aan mezelf. Ik ben ook gewoon vreselijk. En ik voel mezelf ook lelijk. En zeg maar, ik had zo'n hekel aan mezelf. Dus zeg maar, niemand komt meer op dat level met haten als dat ik mezelf haatte toen. En daarom, snap je? Maar je zegt, ik haatte mezelf. Ja. Voelde je dat echt zo? Ja. Ook best wel een harde uitspraak naar jezelf toe. Ja, nou ja, ik denk dat er als het waren vooral factoren eromheen die dat zo maakten natuurlijk. Ik haatte mezelf niet vanuit mezelf. Ik was vroeger heel zacht en puur en echt zo'n lief meisje, zeg maar. En op een gegeven moment gebeurde gewoon een aantal dingen. En toen ben ik gewoon eerst heel onzeker geworden en haat ik mezelf. En daar ben ik heel sterk uitgekomen. En wat voor dingen waren dat dan?
Ja. Oh, schatje. Even water. Wil je een glas water? Oh, mijn wieken. Nee, komt goed. Wacht er gewoon even. Neem even je tijd. Ik wou het hier ook helemaal niet over hebben. Ja, schatje. Yes. Thanks. Neem je tijd, hè. Neem je tijd. Oh. Zeg maar of het er nog op zit of niet. Het ziet er nog steeds prachtig uit. Waarom overvalt het je nu zo? Omdat ik er gewoon niet vaak over praat, denk ik. Over die periode van vroeger? Ja. En ik wil ook niemand schaden of zo, snap je? Nee. Maar het is gewoon een periode geweest in je leven waarin je, nou ja, wat je zegt, gewoon heel erg met jezelf dan voornamelijk in de knoop zat. Ja, het was meer mensen die heel dicht bij me stonden, die zaten heel erg in de knoop met zichzelf. Maar dat uit ze op mij. En ik was toen heel jong. Dus ik begreep dat niet. Ik dacht, waarom haat je mij zo? Maar ze zaten, zeg maar, nu heb ik een hele goede band met ze. En hebben ze dus ook uitgelegd van ja, ik had dus gewoon zo'n intense hekel aan mezelf. En ik had gewoon geen uitlaatklep en jij was daar. Dus ik heb gewoon heel lang heel veel moeten incasseren. Ja. En op wat voor fase in je leven heb je dat, wat je dus omschreef net, ik heb dat op een gegeven moment kunnen omzetten. En ja. Op welk kan je dat moment of die fase in je leven nog herinneren, dat je dat deed? Nou ja, ik was denk ik iets van 15 of zo toen dat aan de gang was. En op een gegeven moment was ik denk ik rond de 17, 18 en toen heb ik gezegd, en hier stopt het. Ik ga nooit meer tegen je praten. Ik ga niet meer tegen je praten. Dat stopt hij gewoon. Want op een gegeven moment dacht ik gewoon van ja, waar verdien ik dit nou? Zeg maar, ik snap niet waarom je zo naar mij doet. En toen dacht ik dus bij mezelf van ja, op een gegeven moment kon ik de link wel leggen van ja, het probleem ligt inderdaad bij jezelf. En ik verdien dit niet. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ik ga niet meer tegen je praten als je zo tegen mij doet. En toen heb ik heel lang dus geen woord er tegen gezegd, zeg maar. Mm-hmm. Tot op een gegeven moment dan meer goed ging bij hunzelf. En zij gewoon zeiden van, het spijt me dat ik dat ooit heb gedaan. En ik heb mezelf toen daaroverheen gezet van, oké, ja, wat ga ik nu doen? Want je hebt me wel echt lang soort van mentaal echt gemarteld gewoon. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd, oké, ja, ik vergeef je. En als dit ooit nog gebeurt, weet dan dat ik nooit meer tegen je praat. Maar vanaf nu hebben we schone lei. En beginnen we gewoon weer over. En dan moeten we onze band wel opbouwen, maar ik vergeef je wel. En vanaf toen ben ik er sterk uitgekomen, denk ik. Zijn dat dan is die fase van je leven die je omschrijft, is dat iets is wat je ook, als je daar vandaag de dag over terugdenkt, iets wat je volledig hebt kunnen afsluiten? Ja. Want, ja, wat ik zeg, als ik gewoon heb gezegd van ja, ik vergeef je en we beginnen gewoon nu schoon, dan is dat ook zo. Dan heb ik geen wrok daar meer naar. Dat wil ik ook niet. Ik wil helemaal geen haat naar iemand hebben of vervelende band met iemand hebben of zo. Uiteindelijk heb je alleen maar jezelf ermee dan. Ja. Mooi. Zal ik het volgende kaartje pakken? Ja joh, doe maar. Mocht hij iets luchtiger zijn. Would be nice. Spicy. Nee. Oh. Nee.
Jouw liefdesleven ligt al jaren behoorlijk onder de loep. Wat vind je daarvan? Ja, daar kies ik zelf een beetje ook voor, toch? Kijk, de eerste ook soort van zelf voorgekozen met Jean natuurlijk. Maar niet echt, want ik had geen idee. Ik had gewoon geen idee. Ik kende hem gewoon van bij mij in de buurt. En ik wist wel dat hij aan gamingvideo's vooral toen in Sims en zo deed. Maar toen was het nog niet wat het nu is. Dus ik dacht gewoon van, weet ik veel. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk... dat werd natuurlijk wel een ding. Met die vakantiesfilmen en zo. Dus toen... Ja, daar zat ik gewoon in. Zeg maar, dat gebeurde gewoon toen. We waren een soort van, voor mijn gevoel, het eerste stelletje die dat deed. Dus ja, dan heb je ook geen voorbeeld. Je weet ook niet wat in de heck was going on. Dus ja, daar had ik voor gekozen. En toen, wat wil je eigenlijk precies weten? Wat ervoor dat ik dingen ga zeggen die helemaal onnodig zijn? Nee. Vertel gewoon. Maar meer in de zin van gewoon, je hebt natuurlijk... vanaf jouw eerste relatie met Gio heb je natuurlijk tot vandaag de dag, ja, denk ik. Die hele periode is iedereen altijd heel erg bezig geweest. Met online. Met jouw liefdesleven. Ja. Ja, dat komt natuurlijk omdat ik daarna met iemand was die ook social media deed. En nu Koen, die ook social media doet. Wat zijn reacties die je dan vanuit mensen krijgt? Ik heb het nog niet meegekregen. Het was... mensen vinden dat gewoon sus. En denken ze van, ja, ze doen het voor de cloud, ze doen het voor het geld. Nou, ik ben echt financieel onafhankelijk. En cloud, ja, enig. Maar het hoeft niet per se van mij, zeg maar. Nee. Het hoeft niet. En als ik iets wil, dan probeer ik het zelf op te bouwen. Maar het is niet per se dat ik iemand nodig heb daarvoor of zo, denk ik. Nee, maar mensen zeggen natuurlijk, daarbij denk ik ook wel eens over gehad in het verleden al, dat mensen dan zeggen van, ja, ze gebruiken deze jongens om er zelf beter van te worden. Ja. Wat? Ja, dan denk ik, ja, als ik dat zo graag had gewild, dan had ik het toch op veel, zeg maar, veel grotere schaal gedaan of zo. Ja, toch? Ja, maar raken die dingen je, als je dat soort dingen leest? Nee, want ik weet echt heel goed wie ik zelf ben en hoe oprecht ik ben in mijn liefdesleven. Dus dat kan me gewoon niet raken. Het is meer dat ik bang ben dat die andere persoon dat dan ging denken. Want in mijn eerste relatie had dat dus wel effect. En geloof ik dat hij wel af en toe had van, oh, maar zou dat dan zo zijn? Wat dus niet zo was. Maar ja, ga dat maar bewijzen. Ja. Ga maar bewijzen dat je bent voor iemand ziel, zeg maar, bij iemand bent. Hoe ga je daar dan mee om als je zo jong bent en iedereen heeft op dat moment een mening over jouw relatie? Heel goed. Toen ik zo jong was, was iedereen redelijk positief. Nou ja, op een gegeven moment ook niet, maar zeg maar over het algemeen waren mensen best positief. Ja. Maar op het moment dat natuurlijk relaties uitgaan of zo, ontstaan er natuurlijk, denk ik, als je allebei publiekelijk bent, altijd kampen. Mm-hmm. Dat kan ik me voorstellen dat ook heel... Nou ja, dat heel moeilijk is. Ja. Nou ja, ik ben echt bijna altijd soort van de bad guy. Terwijl, ja, ik weet gewoon dat ik met oprechtheid gewoon met iemand ben. Maar dan heb je het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten soms. Of je een man of een vrouw bent. Ja, het is meer een beetje het geval van, kijk, als een jongen seks heeft met 10 bekende vrouwen, dan is het lekker gedaan, pik, cool, weet je wel. Maar als een vrouw het doet, is ze een slet. Het is een beetje dat idee. Ik heb het idee dat ik daarmee al een soort van 1-0 achter sta altijd. Nee, dat snap ik wel. Ik denk dat sowieso iets is wat sowieso in het leven een ding is. Ja. Überhaupt maar inderdaad, op het moment dat je natuurlijk publiekelijk je relaties hebt, dan dat al helemaal speelt, ja. 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 En waarom kies je er dan toch weer voor om elke keer weer bij een YouTuber uit te komen? Ja, I know. Ja, weet je wat het is? Ik heb het wel echt geprobeerd, zeg maar, om... Ik heb gewoon wel gedate en dingen... En ja, weet ik veel. Maar het is ook gewoon lastig, want
mensen die gewoon in een hele andere wereld zitten, begrijpen het ook gewoon veel minder. Dus zeg maar, je vindt veel sneller raakvlakken en kan dezelfde dingen doen. En het is gewoon een beetje dezelfde levensstijl dan. Ja. Dat creëert al zo'n veel meer raakvlakken dus. En ja, kijk, ik snap ook dat het er zus uitziet eigenlijk. Maar ja. Hoe wat? Dat het suspicious eruit ziet. Maar ja, het is gewoon zo. Het is gewoon zo gelopen. Ik wou ook dat het niet zo was. Ja. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat wat je zegt, van dat het met iemand die in hetzelfde werkveld zit, dat veiliger voelt. Of dat je dan sneller een connectie hebt. Ja, maar je kan over dezelfde dingen praten. Je weet precies hoe dit zit, hoe dat zit, weet je wel. En toen ik dus ook wel eens heb gedate met gewoon iemand die gewoon totaal iets anders deed, was het wel van, sommige dingen zijn gewoon niet te begrijpen of zo. Zeg maar, als je ook al vanaf jong dit doet, dan weet je gewoon bepaalde dingen of zo. Dan voel je bepaalde dingen. En dat is gewoon niet uit te leggen. Nee. Ja. Is het, zijn er momenten geweest dat je dacht, ik wil deze relatie, bijvoorbeeld nu, ik ben nu met Koen samen, gewoon lekker privé houden? Ja, tuurlijk. Dus ik dacht na mijn eerste relatie al, hell no, die ga ik niet meer op. Het is gewoon niet nice als er zoveel meningen bij zitten. Het is gewoon niet gezond. Het is gewoon niet gezond. Ik wil dat helemaal niet. En toen bij mijn huidige relatie zei ik ook van ja, dat staat gewoon niet op mijn lijstje. Zeg maar, ik hoef niet elke dag een foto met je te posten. Of elke dag allemaal stories van je te maken en zo. Want ik wil gewoon dat wij met elkaar zijn voor ons. Ja. Gewoon zoals ik ben. Als ik nu een andere weg op zou gaan en zou gaan werken in de supermarkt, dat je me net zoveel lief zou hebben als dat je me nu hebt. Zeg maar, ik wil niet dat het afhankelijk is van andere dingen. Ja. En daar is hij het helemaal mee eens. Ja. En zo staat hij er ook in. En hoe ga je er dan mee om op het moment dat, dat volgens mij ook gebeurt, dat exen dan zich publiekelijk gaan uitlaten? Ja, je mag, het ligt eraan hoe, kijk, als je de waarheid spreekt en je bent respectvol, doe lekker je ding. Maar als je gaat shaden, dan denk ik, yeah, come on. Reageer daar dan op? Ik heb daar wel eens op gereageerd, geloof ik. Toen jij die video had gemaakt met G, en toen vroeg je van, hoe zit dat dan met Don, en blablabla. Toen had ik daarop gereageerd van, ik vind dit daarvan. Want ik dacht, ik mag ook wel eens een keer voor mezelf opkomen. Mm-hmm. Nou, we hebben niet in dank wel afgenomen, dus Maar wat bedoel je daarmee? Je wilde voor jezelf opkomen? Ik zeg eigenlijk nooit wat over mijn exen of zo. Dat wil ik gewoon niet. Zeg maar, je hebt een periode van elkaar gehouden en je bent een onderdeel van elkaars leven geweest. Ik wil gewoon niet. Ik ben altijd gewoon heel erg beschermend naar die persoon toe. En soms is dat niet helemaal wederzijds. En dan denk ik, op een gegeven moment dacht ik gewoon van ja, nu mag ik ook wel gewoon een keer mijn mening geven. En van waar voel je dan die behoefte? Omdat je het je raakt of is het onrecht? Ja, dat voelde voor mij een beetje als onrecht. Omdat ik dacht van ja, nu probeer je een soort van, naar mijn idee, weer ons naar neer te zetten of zo. Maar kijk een keer naar jezelf. Ja. En dan heb je het over die situatie van na aanleiding van die video die ik filmde. Ja. Ja. En dat is helemaal niet om iemand, om hem dus te shaden of een naar gevoel te geven, maar meer gewoon van, joh, waarom? Zeg maar, laat het gewoon los of zo. Hou je gewoon bezig met je eigen leven. Ja. Ja. Volgende briefje. Oh. Wat is het moeilijkste geweest dat je ooit hebt meegemaakt? Pak de tissues! Ja.
Het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt. Ja, ik vind dat lastig. Ik denk dan eerder dat ik dan wel echt heel ver terug ga dan meer eerder in de richting jeugd of zo. Ja, dat kan. Dat ik dan, als ik dan... Het heftigste, ja. Maar dat zijn allemaal, dat is wel een beetje moeilijk. Maar op dat moment was dat, denk ik wel, als ik over naar mijn leven toe kijk, denk ik dat dat echt wel by far de minst leuke fase of zo is geweest. Dus dan denk ik meer dat mijn middelbare school, dat daar 2 jaar van, soort van, dat ik dat altijd echt herinner als een hel. Waarom dan? Nou ja, gewoon, ik was natuurlijk een gay jongen op een zwaar gelovige school. Ja. Ja, en op die leeftijd weten jongens, vooral jongens, dan ook natuurlijk echt niet hoe ze met je om moeten gaan. Nee. Met een gay. En dan groeien ze allemaal in gezinnen op waar wordt geleerd dat het niet kan en niet mag. Nee. Nou, dat was geen succesformule, nee, kan ik je zeggen, op school. Dus dan denk ik dat, ja. En als ik de vraag aan jou zou stellen? Even lekker makkelijk. Ja. Ik houd dat liever bij jou. Moeilijkste periode, ja. Die periode die ik net had benoemd, dat vond ik wel niet heel nice. Mijn eerste break-up vond ik heel lastig. Dat was met Gio dan? Ja, ja, ja. Hoe oud was je toen? Via de eerste keer dat we uit elkaar gingen. Ik weet het eigenlijk echt niet. Ik heb geen idee. Het was... Ja, het is gewoon een aantal keer gebeurd. Dus. Ja. Wat maakte dat zo lastig? Ja, omdat ik gewoon heel veel liefde had voor hem. Dus het was voor mij echt een soort rouw. Rouwen. Oh. Ik ga niet meer huilen. Nee. Maar het is ook iets moois. Ja, ja, dat is zeker iets heel moois. Maar ja, daar had ik gewoon wel echt mijn tijd voor nodig om daarmee om te gaan en daar overheen te komen. En hoe doe je dat dan? Ik heb een hoop ijs gegeten. op een gegeven moment... wij hadden gewoon een hele andere visie uiteindelijk. Maar als je jong bent, dan begrijp je dat niet. Dan denk je, oh, we groeien allemaal hetzelfde. We denken allemaal hetzelfde over alles en zo. Maar ja, later kom je daar een nacht van, oh, jij vindt dat mooi, maar ik vind dat mooi. Ja. En toen dat besef een soort van bij mij kwam van, oh, maar zeg maar, ik hou wel echt van je ziel, maar we passen helemaal niet bij elkaar of zo. Dus dan wordt het heel lastig. Toen kon ik het soort van accepteren. Maar ja, dan, wat ik zei, dan hou je nog steeds van iemand. Tuurlijk, ja. Zo moet dat alsnog... Als je nu weer opnieuw 16 zou zijn, hè? Ja. Yeah. Zou je dan deze precies dezelfde weg willen inslaan? Wetende met alles wat er dan de afgelopen jaren is gebeurd? Ik denk het wel. Ik had wel bepaalde keuzes anders gedaan. Maar als ik deze hele weg weer hetzelfde moest doen, dan ja. Want ik ben nu blij en gelukkig. Dus dan uiteindelijk zou ik dus blij en gelukkig zijn. Ja. En dat is on the end of the road. Nou, prima dan. Laat me komen. Ja. Is cool. Oké. Ik denk dat ik ben. Ja. En de laatste vraag. Op internet zijn heel veel artikelen te vinden over jouw uiterlijk. Lees jij dat en hoe ga je hiermee om? Lees ik dat en ga ik ermee om? Ja, ligt eraan hoe... Kijk, de leuke en lieve dingen, dat is altijd leuk om te lezen. Maar ik ben ook wel... ik word ook wel eens dikke troll genoemd of zo. Ja, dan denk ik, ja, klopt. Ja, nee, ja, ik kan me daar niet echt druk om maken. Ik heb, wat ik zeg, in die periode dat je tussen de 15 en de 19 ben, dan ben je denk ik heel onzeker over alles wat groeit en alles wat gebeurt en zo. Maar ik ben nu wel echt gewoon blij met mijn lijf en blij met mezelf. Ik heb mezelf echt wel geaccepteerd. Ik weet van mezelf van, nou, hier ben ik iets meer curvy, daar ben ik iets meer dat, weet je wel. En ik hou daar nu van. Dus als je nu wat zegt, dan denk ik van ja, cool.
Was dat een moeilijke weg om die zelfacceptatie te vinden? Oh ja, zeker. Want ik dacht vroeger altijd... Ik had wel gewoon een beetje een verkeerd lichaamsidee, zeg maar. Ik dacht van, oké, ik moet superdun zijn, want dan word ik alleen geaccepteerd en dat moet, zeg maar. Maar ik hou gewoon van eten. Dus dat was gewoon heel lastig. Het was wel gewoon... Op een gegeven moment had ik gewoon niet een hele gezonde relatie met voeding en zo. En dan dacht ik, ja, waar doe ik het nou? Zeg maar, wat doe ik? Waar ben ik nou mee bezig? En toen vanaf mijn 20ste of zo, toen dacht ik, is gewoon heel erg dat die zelfacceptatie gekomen van... Ik ben sexy zoals ik ben. Ja, mooi. Maar je zegt net van, ik had een ongezonde relatie met eten. Hoe zag dat eruit? Nou, ik voelde me wel gewoon schuldig naar een cookie. Ik denk dat heel veel vrouwen dat wel hebben. Omdat dus, nu gaat het best wel de goede kant op en zo qua body positivity. Maar toen helemaal was het vooral van gewoon, dun is mooi. En bij vrouwen wordt dat dan gewoon heel erg ingestampt. Dus ik denk dat heel veel vrouwen wel dat onbewust ook hebben. Want ik was me ook niet ervan bewust. Ik dacht ook van, oh nee, dat zal wel prima zijn en zo. Maar op een gegeven moment was ik wel zo van, oké, maar ik moet niet, zeg maar, ik moet wel nu stoppen met eten en zo. Dat is gewoon niet, dat is niet gezond. Heb je daar heel erg mee gestruggeld met... Ja. Denk het wel, gewoon dus in die jongere tijd. Hoe zag die periode qua voeding er dan uit op dat moment? Ja, gewoon niks eten tot 5 uur en dan bingen. Dus het is wel gewoon echt een ongezonde relatie met eten, toch? En dat is gewoon niet, dat is niet gezond. Als jong meisje ook. En dan, en wat was dan dat moment dat je daar... Was je daar op dat moment dat speelde al wel heel erg bewust van? Dat nee, natuurlijk niet. Nee, ik dacht van... Dan, je bent dan alleen maar bezig met je doel. Dus niet van, is dit wel goed voor me of zo? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat was dat doel? Ja, slank. Slank zijn, was het doel. En ik vond dan altijd thigh gaps en zo heel mooi... Met deze meid heb ik gewoon goede bovenbenen. En tijger zit er gewoon niet aan te komen, snap je? Maar toen kon ik dat niet accepteren of wist ik dat niet. En wilde ik dat ook niet. En op een gegeven moment kom je gewoon op het punt en dan vind je je vrouwelijke vormen mooi. En dan ja, accepteer je dat gewoon. Tenminste, ik heb dat gedaan. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, ik ben eigenlijk echt heel blij met hoe ik eruit zie. Ik werk er. Ik heb nu echt gewoon een gezonde relatie met voeding en ik sport gewoon heel veel. Ik ben gewoon blij dat mijn lichaam goed werkt en dat ik niet ziek ben en dat ik goed kan lopen. En ik ben eerder nu mijn lichaam dankbaar dan dat ik het soort van de hele tijd afstraf omdat het niet goed genoeg is. Mooi. En heb je dan nu heel echt, nu heb je vandaag de dag echt het gevoel van, ik heb mezelf volledig geaccepteerd zoals ik ben? Of zijn die slechte dagen er ook nog wel eens? Tuurlijk zijn er slechte dagen. Mijn woman, zeg maar, dat sowieso één week in de maand is een slechte periode. Maar ik heb, ja, ik zit wel gewoon echt lekker in mijn vel. Ik zei eergisteren of zo nog tegenkomen van, nou, ik ben echt blij met hoe ik eruit zie. Alsjeblieft, daar heb je het. Doe ermee wat je wil. Ja. Geeft hij jou dan ook, heeft hij daar ook geholpen in dat proces? Hij is sowieso super lief en supportive over alles. Maar dat, ja. Ik denk, ja, misschien wel. Door gewoon veel... Wij spreken gewoon heel erg onze liefde naar elkaar uit. Dus hij zegt dan van, oh, dit is zo mooi en dat is fijn. En dan zeg ik van, oh, dit is zo fijn. Kaas. Hé, maar het is toch bijzonder en mooi. Ja, maar het is uiteindelijk, zeg maar... Ook al zou ik nu geen relatie hebben, ben ik alsnog heel blij met mezelf. Ik hecht het. Niet mezelf haar ook aan de relatie of zo. Het is echt, ik op mezelf ben gewoon blij met mezelf. Ja. En hoe ga je er dan mee om? Bedoel, daar hebben we het volgens mij ook vroeger wel eens over gehad. Dat er natuurlijk van die bepaalde filmpjes op YouTube zijn en edits worden gemaakt van foto's in bikinis. Dat er natuurlijk ook een bepaald soort, ja, man, denk ik dan voornamelijk, kijkt er natuurlijk op een andere manier naar.
Als een lustobject bedoel je? Ja. Nou ja, ja, zo kan je denk ik wel noemen. Dat dat soms misschien zo gezien wordt. Ja, kijk, als ik zou willen dat niemand naar mijn lichaam zou kijken, dan zou ik het niet moeten laten zien. Denk ik. En dat heb ik ook wel met jezelf in de hand. Maar ik vind vrouwenlichamen ook gewoon echt heel mooi. Ik vind het ook gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon mooi. Ik vind het gewoon sexy. Dus ik ben ook niet bang om het te laten zien. En dat is dus weer met meningen van anderen. Dan moet je maar zelf ervan vinden wat je ervan vindt. En dat maakt me niet uit als iemand dan zegt... Lelijk. Of als iemand zegt van... Oh, sexy of zo. Daar hecht ik nu geen waarde meer aan. Van ja, dit ben ik. En, behalve dat het misschien flattering is. Ja, natuurlijk is het. als mensen heel nice zijn erover, dan is het wel een soort van boost van, oh, echt? Zelfvertrouwen. Ja, dat zeg nog eens. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat jouw beurt is. Oh! Op welke manier heeft Expeditie Robinson jouw leven veranderd? Mijn leven veranderd. Oef. Ja, jij hebt wel echt tot het einde ingezeten natuurlijk. Ja, ik heb het gewonnen. Ja, daarom. Ik denk dat zeg ik wel. Ik heb wel eens vaak gezegd. Ik denk dat Expeditie Robinson me een stuk volwassener heeft gemaakt. Echt? Op een of andere gekke manier, ja. Ik denk wel eens van, oh ja, als je gewoon, ik weet niet, ik was zo'n 36 dagen op jezelf, geen contact. Je gaat superveel nadenken. Ja, ik denk dat het me op een bepaalde manier zeker een soort van stuk zelfverzekerder heeft gemaakt of zo. En wat meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Nou, dat is goed. Ja, ik denk wel, maar of mijn leven veranderd heeft, ja, tuurlijk denk ik dat er andere deuren weer zijn opengaan, ook qua werk, op het moment dat je zoiets doet. Dus dat zeker. En ik zeg ook altijd, ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan, achteraf. Maar ik zou het nooit meer doen. Dat zeg ik ook altijd. Ik zou echt nooit meer in dat vliegtuig naar zo'n eiland stappen. Nee. Nee. Maar je bent er wel dus beter uitgekomen dan dat je erin ging als in. Ja, denk ik wel. Of course, je hebt gewonnen, dus zeg maar, dat is wel fijn. Ja. Nee, dus ik kijk er uiteindelijk heel positief op terug. Ik vond het dus echt een mega vet avontuur, maar... gewoon nooit meer. En jij, hoe was Expeditie voor jou? Ik vond de eerste 10 dagen heel nice en heel vet en heel leuk en spannend allemaal. En de laatste 10 dagen, 6 dagen of zo, was ik alleen maar aan het huilen. Hoe kwam dat? Ja, ik denk gewoon allemaal dingen die ik nog niet verwerkt had, dat die er dan toen uitkwamen of zo. Gewoon persoonlijke dingen. Ik kon gewoon niet stoppen met huilen. En niet gewoon een traantje, gewoon echt zo lelijk huilen. Ik liep gewoon even weg naar een palmboom of zo. Toen, ik bleef maar gewoon huilen. Ik heb echt geen idee waarom. Je werd gewoon geconfronteerd met jezelf daar. Het is meer gewoon al die gedachten van dingen die er zijn gebeurd en zo. Dat was het denk ik meer. Ja, en toen voelde ik me ook niet heel chill, ook qua lichamelijk niet en zo. Dus toen, was ik blij dat het waar was toen. Maar ik vond het wel heel, heel vet. Ja. Wat voor, heeft Expeditie Robinson lichamelijk op jouw effecten gehad? Ja, met mijn heup. Maar ik had dat al voor Expeditie. Ik had het ook aangegeven van tevoren van, ik heb dit wel. Dit zou kunnen opspelen. Ja. Maar ik weet het gewoon nooit, want het komt gewoon in vlagen. Maar dat heb ik nu nog steeds, maar geen andere dingen of zo. Hoe gingen jullie daar op dat eiland te werk? Ja, voor mijn gevoel deed ik echt alles. Ja? Ja, we kwamen op dat... Oh, dit is zo leuk. Nou ja, niet echt, maar... We kwamen op het eerste eiland met... heel mijn eerste team paars. En toen ging ik vuur maken en hout zoeken. Maar dat is echt een gezeik. Om dat vuurdeel aan te houden, dat weet jij ook. Mm. En die hut maken en zo. Maar op een gegeven moment was ik 4 uur lang al dat vuur aan het aanhouden. En hout bij elkaar aan het zoeken en zo. En toen zeiden zij van, kan je niet even komen helpen of zo? Je bent niks aan het doen. En ik zat de hele tijd soort van dat vuur aan het houden en zo. En op een gegeven moment werd ik gewoon helemaal niet goed. En toen zei ik van, ja, ik,
ga even zitten. En toen ging ik naar de zee heel even zitten. En toen waren ze aan het gossipen over mij dat ik geen fuck aan het doen was en dat ik nepziek was. En echt 10 minuten later heb ik zoveel overgegeven, omdat ik dus echt niet lekker was. En toen zeiden ze allemaal, oh, sorry. We hadden niet door dat het soort van echt was. Oh, en toen dacht ik echt, ik ga toch niet. Ik doe toch mee om dit te doen. Dan ga ik toch niet zitten en zeggen dat ik me niet lekker voel als ik me niet echt lekker voel. Niet lekker voel. Vond je dat moeilijk, ja, onderling, die mensen? Oh ja, ik kan sowieso niet echt met mensen, man. Maar ik had gewoon wel leuke... Er waren wel gewoon echt leuke mensen. Daar had ik gewoon geluk mee. Alleen, ik ben gewoon echt meer om mezelf. Jij? Vond je dat lastig? Mensen? Ja. Nee, ja. Jij kan heel goed met mensen, toch? Ik kan heel goed met mensen, maar ik had ook echt een aantal... Minder Nee, maar ja, je hebt altijd gewoon mensen, ja. Je kan niet kiezen met wie je daar gaat zitten. Nee. Dus ik had wel een aantal keer met... ik bedoel, laten we nooit vergeten dat ik op dag 1 geconfronteerd werd met Dennis Schouten, hè? Op dat eiland, ja. Toen dacht ik ook echt, oh, ik weet nog dat ik Schiphol binnenliep en echt dacht, dit meen je toch niet? Deze wacko waar ik nu mee opgescheept zit, ik vond dat echt... Toen dacht ik echt, really... Ik heb meer, ja. Maar goed, gelukkig ging meneer vrij snel naar huis. Was hij wel aardig? Was hij wel aardig tegen je? Nou, ik heb prima met hem gepraat toen. En ook over die tijd dat hij altijd zo lelijk over mij was. Ja. Daar heb ik het met hem over gehad. Maar goed, ik weet nog dat ik landde, volgens mij terug in Nederland was. En dat bekend werd gemaakt over Robinson. En dat, hij weer allemaal verhalen verdraaid had, dat wij gesprekken hadden gehad, dat waarin ik aan het huilen was en zo, dat ik ook weer dacht, weet je, dit heeft ook geen enkele zin. Het heeft geen zin om met deze jongen te proberen een soort van normaal gesprek te voeren of om bepaalde dingen... Ik heb gewoon met hem een heel chill gesprek gehad daar. Mm-hmm. Ik ben volgens mij op de boot naar... Het was nog voordat het spel echt inging. En dat ik dacht, oh, nou, chill. Ja. Dat ik je op deze manier kan spreken en dat we elkaar zo kunnen praten. Kijk, vrienden zullen we nooit worden, maar laten we op zijn minst... Dat we gewoon chill met elkaar zijn. Want voor hetzelfde gaat zitten we 5 weken met elkaar op een eiland. Ja. Maar ja, als iemand dan vervolgens weer in Nederland de sensatie en alles eromheen belangrijker vindt dan een normale connectie met iemand. Ja, dan denk ik ook. Ja, mensen, soms willen mensen natuurlijk gewoon echt alleen maar... juice. Ja, juice en sensatie en kijkcijfers. En... Ah, het is maar gewoon waar je meer waar dan echt inderdaad op. Ja. Nou ja, goed. Tot zover. En jou, voor de rest was het enig. Ja, ja. Nee, voor de rest heb ik best wel een leuke tijd gehad. Ja, goed zo. Ja. Nee, ik vond het echt leuk. Ja. Zal ik de laatste vraag aan je stellen? Oh, hebben we er nog één? Ja, daar ligt hij er nog één. Oh joh, dacht ik wel. Dit vind ik een leuke vraag. Als je kijkt naar de toekomst, wat is dan jouw allergrootste droom? Oei. Ik wil een privé en op werkvlak. Privé, mijn grootste droom. Gewoon steady gelukkig zijn, dat lijkt me fantastisch. Gewoon dat alles gewoon lekker steady gaat en dat je gewoon echt gelukkig bent. Dat lijkt me gewoon echt heel fijn. Ben je nu gelukkig? Ja, ik ben nu wel gelukkig, denk ik. Tenminste, het gaat wel echt zeker de goede kant op. En op werkvlak, werkvlak. Ik vind het lastig, want ik vind dus, ik ga dus nu eens een beetje beginnen met acteren en zo. Surprise. Surprise. Daar mag je nog niks over zeggen. Nee. Ik weet het. Maar dat vind ik heel leuk en heel spannend. Dus even kijken hoe dat kijken. Eigenlijk wil ik het liefst in een soort van kostuumdrama spelen en oorlogfilms en zo. Dat lijkt me geweldig. Dat lijkt me echt fantastisch. Gewoon dat je een soort van meer het hele eromheen. Dan kom je een beetje weer terug op Insta, weet je wel. Dat is een beetje dus ook een beetje dat. Het is meer de hele fuss eromheen en dan meer een soort van acteren met je gezicht. Meer met je ogen, met je gezichtsuitdrukking. Dat lijkt me geweldig. En ik ben nog steeds bezig met muziek. En dat lijkt me gewoon ook heel leuk als dat een keer... Hoe gaat dat? Dat gaat goed, maar het is gewoon heel eng. Het is gewoon iets heel kwetsbaars. En wat ik net heb uitgedacht van ja, ik ben gewoon heel snel beschermend naar andere mensen toe en ik wil gewoon geen andere mensen kwetsen. Maar ja,
als je het in je muziek hebt over je liefdesleven en zo, dan ben je wel gewoon eerlijk, snap je? Dus dat is nog een beetje de weg zoeken. Die ik... Ja. Want het zijn de muziek die je nu aan het schrijven of aan het maken bent, dat is heel persoonlijk. Ja, alles is heel persoonlijk. Is het dan ook een uitlaatklep voor dit proces van maken? Verwerkingsproces? Ja, dat denk ik wel ergens. Ja, dat heeft zeker wel geholpen. Ik maak ook echt al best echt lang muziek. Echt veel ook. Ja. Dus dat is wel een soort van mijn therapie geweest, denk ik. En ga je het op een bepaald moment uitbrengen? Ja, dat hoop ik, want anders is het echt zonde van alle tijd en moeite. Maar kijk, ik doe het uiteindelijk voor mezelf. Maar ik wil het wel graag met de wereld delen. Dus wil je nog even kijken wat en wie en wanneer en hoe. Maar dat is wel een soort van iets wat ik heel graag zelf wil. En voor de rest, iets terug doen voor de wereld zou ik ook wel heel nice vinden. Dus daar ben ik nu nog een beetje aan het oriënteren wat ik dan precies wil. Mooi. En nu met Koen, is hij de man? Ik hoop het. Ja, hoe het nu voelt wel. Maar ik ben altijd nog wel een soort van een beetje op woede van... Maar het zou zomaar over kunnen zijn, zeg maar. Ik ben wel gewoon een beetje... Mm-hmm. Maar ik hoop het wel. Hij is echt wel leuk. Zou je met hem, bijvoorbeeld als je dat gewoon puur nu, hè, dit, in het gevoel waarin je nu zit... Zie je het dan voor je dat je met hem zou je willen trouwen? Zou je misschien op den duur een gezin willen? Zijn dat wensen die je... Oh, rustig! Ja, ja. Nee, maar allemaal op den duur, hè? Ja. Nou, trouwen wil ik wel. En kinderen, als ik kinderen zou mogen krijgen, ja, ik ben daar nu echt nog niet aan toe. Dus maar, ja, misschien ooit. Maar dat, ik zie dat nu wel vormen met hem. Wat ik heel eng vind om te zeggen. Maar ja, dat is wel hoe ik het zie. Kaas. Nee, dat is toch heel lief. Ja, maar... En mooi. Ik vond het... We zijn er doorheen door alle vragen. Foo. Hoe vond je het? Ik vond het leuk. Ik vond het... beetje confronterend wel hier en daar, maar... ja, wel gewoon fijn om erover te praten, denk ik. Ja, ik wil je sowieso erg bedanken dat je zo... open en kwetsbaar was. Want ik ken je en ik weet ook dat nu... Ken je al, wat is het, 5-6 jaar? En ik weet ook dat de Jules die nu hier net zo voor me zat, dat ook de Jules die ik ken. Ja. En dat vind ik altijd zo mooi en goed aan je, dat je dicht bij jezelf blijft. Nice. Dus dank voor je tijd dat je hier sowieso wilde zitten en voor je openheid. Tuurlijk. Dit open kaart niet voor niks, tuurlijk, hè? Nee, is ook zo. Maar toch, het is ook wel... altijd kan me voorstellen in de positie van al mijn gasten dat het ook soms moeilijk is om je... Ja, dat was ook niet mijn plan om te gaan huilen, maar ja. Wat, als het komt, dan komt het. Ja, it happens. Maar in ieder geval, bedankt dat ik mocht komen. Ik vond het leuk. Jij bedankt. Top. Thanks.